ja, goed voor de buurt. En hartstikke leuk. Summer Nights vertoont van 3 tot 8 september 6 voorpremières in de open lucht op het Henegouwerplein. Het festival is een misschien wat onwaarschijnlijke samenwerking tussen Kino en Pathé. Ja, toen wij Kino openen, hebben we eigenlijk alle ondernemers uit de buurt uitgenodigd. En dus ook Pathé. We dachten niet dat die zouden komen, maar opeens was Pascal daar met een collega. En is een beetje onwennig toch wel in het begin. Tenminste, voor ons was het wel een beetje onwennig. Maar het klikte wel, we zijn elkaar daarna nog wat vaker tegengekomen. En we dachten, laten we een keer samen iets doen, want we zijn echt hele verschillende plekken. Maar er zijn ook dingen die ons verbinden. We wilden eigenlijk één keer een filmavond in de open lucht doen. Maar ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Het werd opeens 6 avonden. Hebben we bandjes ervoor staan, een heel festivalterrein. Toevallig ergens ook een soort van concurrenten bent, maar uiteindelijk wel op deze manier dus een super mooie samenwerking kunt opzetten. Ja, dat is volgens mij alleen maar superleuk. En ik denk ook dat het, weet je, die samenwerking, dat is ook hetgeen wat je verder weer terugziet. Hè? We hebben ook IFFR is ook als partner. Toevallig vandaag vertonen we hun film Monos. Lantaarn Venster is partner in crime, om maar even zo te zeggen. Dus het is wel leuk dat we dat ook juist veel verder hebben op kunnen zoeken. En dat het uiteindelijk, wat bij ons begonnen is, dat daar dus nog meer partijen zijn die aanhaken. Ja, dus de buitenkant van het scherm is 20 bij 13 hoog, 13 meter hoog. En het doekmaat is 16 bij 8. Dus als je daar aan de overkant woont, dan kun je perfect meekijken. Ik denk de mensen daar in de witte flat aan de overkant, die kunnen echt perfect meekijken straks. Je hebt al 2 leuke openluchtfilmfestivals. Rof van Mon Amour is tegenwoordig een beetje overdekt, een drijvend paviljoen. En de Pleinbioscoop. Rof van Mon Amour is heel erg niche eigenlijk, wel iets moeilijkere films. De Pleinbioscoop draait voornamelijk het beste van afgelopen jaar en eigenlijk gaan wij juist vlak voor de start van het culturele seizoen blikken we alvast vooruit. Dus we hebben 5 voorpremières. Het is wel onderscheidend programma. Het bijt elkaar niet. En het maakt juist van Rotterdam van begin juli tot bijna half september kan je bijna elke avond naar de film in de buitenlucht. En wat mij betreft, hoe meer film, hoe beter.